We merken dat tegenwoordig steeds meer mensen willen weten waar het vlees vandaan komt. En dat is een hele goede ontwikkeling, omdat wij toch dicht bij de consument staan. Alle dieren die we hebben, hebben allemaal een seizoen en sommige twee seizoenen buiten gelopen. Dat is goed voor de ontwikkeling, ook goed voor de gezondheid. Het telt ook mee voor het imago, maar goed, we doen het niet specifiek voor het imago. We doen het in eerste instantie voor het dier zelf, voor de gezondheid en voor de ontwikkeling. De manier waarop de dieren gehouden worden, dat moet goed zijn, dat moet diervriendelijk zijn en dat vertaalt zich uiteindelijk ook in de kwaliteit. Er zijn verschillende aspecten die de kwaliteit van het vlees bepalen. Dat is het rund op zich. Het rund moet goed gebouwd zijn, het moet gezond zijn. Maar vooral de voeding bepaalt toch wel hoofdzakelijk de kwaliteit van het vlees. Het product dat wij afleveren, dat is zeelsvlees. Dus in die zin kan je praten over een zeelsproduct.